Het begint met twee jongens op een scooter die voor de deur van het café ruzie krijgen met een man in een auto. En cafégasten bemoeien zich daarmee. Toen uiteindelijk is het een beetje uit de hand gelopen en toen zeiden ze van ja, we komen wel terug. En nou ja, die gasten van mij die zeiden tegen mij, ja, dat zal meevallen, die komen niet terug. Maar met een uur stond er wel hier 15 man voor de deur. En dan loopt het gierend uit de klauwen. Mijn klanten liepen eigenlijk naar buiten. En ik ben eigenlijk achteraan gelopen. En met dat ik hier in de Havenstraat kwam, zag ik al die gasten staan. Met allemaal messen en dingen. Toen heb ik mijn klanten weer eigenlijk weten terug te krijgen naar binnen. Maar ja, toen wou er nog één van die andere groep wou hier naar binnen lopen. En dat deed ik niet gebeuren. Toen trok ik aan zijn jas of aan zijn tas. Ik weet niet wat het was. Toen ging het mis, want toen kreeg ik een duw en een trek. En toen kwamen mijn gasten weer naar buiten. En ja, dan gaat het helemaal tekeer. Zo'n 10 mensen raken slaags met elkaar. En Chantal is niet de enige die gewond raakt. Volgens haar gaat het om jonge daders. Het waren jonge jongens wel. Ik denk dat ze misschien 15, 16, 17, een beetje gemengd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Chantal nam de zaak op 1 augustus over en tot dinsdagavond vond ze het hartstikke leuk. Maar ze laat zich door de knokpartij niet van de wijs brengen. Het café is alweer open. Het is mijn eigen zaak, het moet toch open. Als je niks, als je niet open bent, verdien je ook niks. En wat ik zeg, het moet gewoon doorgaan. Het leven gaat door. Ik ga niet gelijk bij de pakken neerzitten omdat ik een klap op mijn achterhoofd heb gehad. Al vind ik dat niet normaal trouwens. Want schijnbaar maakt het hier niet uit of je nou een man bent of een vrouw. Ze slaan ook gewoon een vrouw. De politie onderzoekt de zaak nog.